Nou, wat een heerlijke dag. Ik mag vandaag de eerste uitzending Creatief met Vleugels opnemen. En ik ben zo blij met mijn gast. Dat is stadsprins, hoe het heet, Rob der Zweide. Vaak erg goed. Rob, van harte welkom. Dank je. Wat ik met mijn gasten ga doen, is dat ik ze intuïtief laat schilderen. En dat voor tijdens het schilderen we lekker een gesprekje houden over kunst. Over wat de gast bezighoudt in het leven en over het leven in het algemeen nog. Anders in. Nou, dan beginnen we eens met een scholk. Kijk, dat is gedaan als je de prins zo met je hem doet. Hè? Dit is Tien Paletje. Ja. Schilders palet, gewoon kloddertjes verf erop pakken. Intuïtief schilderen betekent dat de vernoeting, intuïtie, probeert te werken. Dus vooral die ratio zoveel mogelijk uitschakelen. Weet lastig, maar dat gaat mij wel lukken. Ja. Ik ga daarin begeleiden. Intuïtief betekent ook dat er geen regeltjes zijn over die materialen. Dus kijk gewoon, wat spreekt hij nu het meeste van aan? Niks is goed of fout. Om mee te beginnen. Je mag alles gebruiken, maar om mee te beginnen. Goed zo. Dan lopen we naar de verfkast. Ja. En ook door de kleuren. Het maakt me niet uit wat ze mee beginnen. Dus pak gewoon een paar put en dan blijkt wel of ze ze wel of niet gaan gebruiken. Oké, is goed. Wie gaat ze nu beginnen? Je hebt al een penseeljus gekozen, dan geeft ze de verf. Gewoon nu beginnen met wat ze wil. Is goed. Maak gewoon met de verf wat ze nu zin in heeft, maak gewoon een beweging op die doel. En dan ontsteedt de vorm vanzelf gedurende het workshopje. Dan gaan we eens kijken. Als mijn gezag dat ik gewoon gaat moeten doen. Kijk eens aan. Kijk eens aan, dat wij nog eens gaan. Ik ben van de symmetrie. Goh, hoe verrassend. Zeker. Rob, wat had ze met kunst? Ik ga er eigenlijk gewoon niks mee. Maar ja, mijn ouder die hebben een schilderij. En ja, dat is ze wel van al. Maar ja, het zei me niks en ik ga er ook geen emotie bij. Maar gans veel u hebben wel gans veel emotie bij kunst. En ja, die zien te veel. Hè, maar ik denk wel dat net zozeer mensen een schilderij als zo wie dit. Ja, tot ze er direct een gevoel bij ons. Maar tot ze er wel met kunst. En het is net alleen kunst van schilderijen of precies, zo. Precies, kunst zit natuurlijk in, denk ik, in ganz veel dingen. Wat heb ze bijvoorbeeld, misschien gaat Mia dan met sculptuur of met fotografie? Ja, precies. Of video, ja, dat wel. Ja, ja, ja. Maar ja, zo wie ik had gezegd, ik ben meer van het strakke. Dus, maar ben ik dan bijvoorbeeld kieks. Ja, nu vast verlovend, weet je, dan kunst en reality ook wel bij je. Want dan moet ze dingen ontwerpen, dan moet ze kunst werken eigenlijk, maken. Ja. En daar zit natuurlijk wel een verhaal waarom hinger. Dus dat is wel, tot ze toch ziet, tot ze gaat met kunst has. Als ik ook heen kijk, dan verandert ook redelijk alles strak. En dat is gaat wat ik van mezelf aan. Maar vooral toch dan een schilderij van de dikke dames. Ah ja. Zo. Ja. En dat vind ik wel ganz leuk, maar dat is ook warm, Jans, strak en net te veel kleur, laat ik het zo zeggen. Oké. Bepaalde elementen en dan, dus en dat past dan wel erbij, vind ik. Wat ze kunnen doen is een keer in een slag drieën of op de kop zetten. Ja, dat is goed. En houdt ze even, zeg maar, het bekende plaatje nu even voet. Ja. En het geeft zich dan vaak de moed voor een nieuw stapje te zetten. Oké. En dat is heel goed. Hoe vult ze hem dan nog, hè? Ja. Ja. Hoe vult ze dat op een bepaalde manier wel of niet goed steekt. Ja, dat is wel leuk om te doen. Nu al, kijk. Oh, moet ik wel... kijken tot het goed recht blik. Ah, je verandert nog wies. Weet je, du hast nog een ganse kleurenkast, dus wat ja, dat ja, nee. Nee, wie gezegd, ik ben meer van de minimalistische, dus laat dat maar lekker zo zien. Okay. En dit zijn toch meer mijn kleuren, dus dat
Dat kun je wel goed zo. Dat gaat een beetje door elkaar in. Precies, dat is goed. Dat is een beetje te grauw, hè. Dat is het ingevuld, hè. Dat, Nee, maar het mocht het. Want dat is het leuke, als ze dan even naar mij kijkt, even een gesprekje had, en dan kijkt ze dan weer terug naar die duikje, dan hebben ze even afstand genomen. Mm-hmm. En dan kan ze er weer opnieuw anders gaan kijken. Mm-hmm. Maar even naar die duikje dan. Ja. Zeg maar, het had een vrij lichte uitstraling, toch dat ze heel veel wit had geloten. Is dat toch wat bij dicht was? Ja, zeker. Ja, dat ik gaat er wel van. Gewoon simpel, strak. Ja, dat is eigenlijk wie ik ben. Gewoon alles simpel en strak. Ja. Oké, goed zo. Drie hem nog eens. Ik ga vast dat doen. Zie je, wat een ganse andere uitstraling dan Keita. Ja, zie je, zo kan ze geen nummer het schilderij erin en kunt ze toch nog ergeren. Kent ze hem gewoon met zijn schilderij in, maar ze kent ze hem gewoon en drie en als ze gans neemt, als ze gans neemt schilderij. Zou ik het niet uit de kunst, nee, de lynch tegen. Ja, nee, dat weet ik. Maar nu hast du die vrijheid, ja. Ja, ja, ja. Nee, maar het ziet wel meteen gans aan zoet. Ja. Apart. Stimuleert het toch wel om dat nu zeg maar, weer opnieuw toe te voegen? Ja, ik weet het, want net te vol werden. Dat net. Maar ik wil wel nog met deze even aan de slag, joh. En dan gaat blauw toevoegen. Mm-hmm. Zo, perfect. Zo. Dat was heel erg beslissend. Ja. Zo. Ja. Ja? Ja. Denk je wat zo? Ik denk het wel. Doe bepaald. Ja. Ja. En is het toch, de kansen mogen ze op alle vierde kanten zetten, of er een kant is dat de beter past. Dat is namelijk zo bij dat intuïtief schilderen, dat ze op geen moment hem geen voelen. Wie voor dich het prettigste is. Ja. En wat ze deze super, even afstand nemen. Dat was hem. Dat was hem. Kijk, zou we ons lekker op de bank kunnen zitten en kijken wat ze nou eigenlijk... Ja, is goed. Is wat prima. Er ontstangen is. Ja, ja, ik heb geen flauw idee. Nou Rob, ik weet niet of we mogen toosten met koffie en water, maar we kunnen maar. Sowieso leuk dat ze hier is. Zeker. Ik vind het ook echt heel bijzonder, want er is nu natuurlijk, we zitten nog voor die carnaval. Die zit nu al midden erin, maar dadelijk zijn het de dagen. Ja, ja, met carnaval als stadsprins, dat ze dan mag schitteren. Dat is de sleutel van de stad. Ja, ja, ja. Van mijn geliefde kerk. Ja. Wie voelt dat nu zo, nu als prins? Bijzonder. In het begin steeds er dan net zo bij stil, wanneer ze je vroeg werd. In ieder geval steeds er net zo bij stil dat het zo'n impact had. Mm-hmm. Je moet van tevoren ganz veel regelen natuurlijk. Maar dan kun je zowel normaliter hinger nog verder. Dus je kunt van wat het voor impact had. En de eerste keer wel eigenlijk, van mezelf ben ik net van nerveus. En ben ik ergens moest speechen, ja, dat is prima. Maar bij de proclamatie, wanneer ze dan door op de bühne steest, dat is toch wel gaat anders. En dan gaat het toch wel een beetje door de kop van wie speciaal dat is. Van ja, 74 luizen en vuurig geweer. Mm-hmm. En dat is toch gaat wat bij kerkgroei huurt. Mm-hmm. En wat ook gedringen samenbrengt. Dus als een eenheid eigenlijk, of ze nog die kent of niet. En dat maakt het wel echt speciaal, joh. Zo, en nou die deukje? Ja! Vertel me eens. Wie vond ze het om te doen? Heel apart. Heel apart, omdat ik ben van mezelf wel echt gans gestructureerd, strak.
En om dan vanuit een gevoel, ik ben nog zeer rationeel, moet ik in het werk ook zien. Ja, en ik merk ook dat ik vanuit het werk steeds rationeler ben geworden. Mm-hmm. Dus dan is het moeilijk om te zeggen van, zo, laat die emoties nu eens los en vertel dat eens op zo'n dook. Waarom had ze die kleuren nu gekozen? Heb ze enig idee? Want hoe breng je dit dus gemeen? Hoe ga ik dit weer naar de ratio brengen? Ja, precies. Maar ik ga het wel bewust gedaan natuurlijk. Ja. Omdat rubies, dat zijn de gewone kleuren van vastelovend. Dat is ook het wat ik oesdraag en ik wel op sprak als eerste. Dus dat zijn de kleuren die ik sowieso dan terug wil erin laten komen. Blauw vind ik gummer een ganse mooie kleur. En die gummer eigenlijk een van mijn lievelingskleuren, de storm. En dat is vooral om hen, om die kleuren ook meer naar buiten te laten komen, als gummer een zwart of wit randje. Dus zodoende tot ik daar voor aan gekozen. En die meneer van schilderen, want toen zag ze in het begin tegen mij van, ik ben wel heel erg van de symmetrie en van het strakke. Mm-hmm. Ja, nou, ja. Als ik terug uit van maag ving, ja. Want de lui die heel structureel zijn en heel erg strak en zo, die zouden het zich net wagen om lijnen over elkaar te gaan schilderen. Ja. Ja, en al helemaal niet door de verf dan ook nog door elkaar te gaan smeuren. Ja. Dus in die zin is het grappig dat ze dat over zichzelf zei, de symmetrie en het strakke, maar dat ze mij het anders liet zien. Dus wellicht wat er binnen nog borrelt, wat er... Wellicht zit er nog een echte kunstenaar in, Micha. Ja, ik wil er toch graag over zeggen. Ik vind het best aangenaam om hen te kijken. Hè? En zeker omdat het de eerste keer is en dat ze het zo spontaan had gedaan. Die spontaniteit die knalt er vanaf. Zou ze dan een naam willen geven, kunnen geven? Oh, dat is moeilijk, een naam. Communicatief is ze vaak genoeg en de boven raten. Dat is het raadelen. Het eerste woord wat nu in me op kunt is gewoon vastelovend. Maar dat is ook gewoon omdat ik in het ganse proces van nu zit. En dat is eigenlijk wat ze de ganse dag nu bij stilsteen. Ja, heerlijk toch? Ja. En als ze dan Inge zoiets mag geven, aan wem zou ze het willen geven dan? Poef, dat is een lastige. Ja, maar ik ga het dan ook vragen aan waarom. Ja. Oh, hier, dan moet ik echt goed gaan nadenken. Nee, zou ik kunnen geven aan de vrienden, bijvoorbeeld. Steunt mij door dingen doen met al. Perfect. Steed immer neer voor mij. Dus dat zou ik kunnen zien. Maar zou ze toch kunnen zeggen van, nou, dat geeft ze dan lui die zich immer gans veel inspannen voor het ganse geheel. Wat misschien niet immer ganser kan kwijt. Dus aan de ganse kerkgrootse vastelovensverein. Ja. Want die doen echt gans veel werk, ook in een vrije tijd. Om het vastelovend in een kerkgroot uit te dragen, om dat te organiseren. Schön, mooi gebaar. Nou, tof. Dan wil ik je heel hartelijk bedanken. Ik vond het super eer dat ze hij wel zien. Ja, ik wens je een mega, mega, mega leuke carnaval. Dank je. Ik ga eens af en toe nodig winken als ze op een wand steeds of weer ergens op een bühne daar. Ja, dus ja. Ik gun het echt helemaal van harte. Dus een top seizoen gewenst. Merci. Merci dat ik je daar zie. Dank je wel. Heel graag gedaan. Ja.